te zien in deze sfeer met zoveel publiek. En ja, een aantal van de successen van het WK en EK te delen met alle toneelvers die aanwezig waren. Dat was één groot feest. Maar ook een afscheid van het toneelsport. Mooi had ik me dit niet kunnen wensen. Kippenvel, wat een uniek moment was dat. En dat was niet mijn laatste verhaal, want ook mijn optredens in de acrobatiek heb ik hier later nog mogen laten zien. Van sporter naar artiest. Een andere ervaring, maar zeker niet minder leuk. Kortom, het in die vergin gaan heeft gezorgd voor een aantal hoogtepunten in mijn beide carrières die ik nooit meer zou vergeten. Het is en blijft een prachtig evenement voor zowel toeschouwers als deelnemers.